Uit de offers die deze Poolse mannen die hier begraven liggen hebben gebracht. Vrijheid is voor iedereen. En daarom zeg ik hier. Kasperczyk Emil. Błachowski Zdzisław. Stępień Konrad. Gajek Tadeusz. Stanisław Maciek is in 1892 geboren in Polen. 102 jaar later sterft hij in Edinburgh, Schotland. Hij wenst uitdrukkelijk te worden begraven in Breda tussen zijn manschappen, die tijdens de bevrijding van Breda en omstreken zijn gesneuveld. 70 jaar na de bevrijding staat Maciek's levensverhaal misschien een model voor wat honderdduizenden andere Poolse mannen van zijn generatie hebben meegemaakt. Een verhaal van heroïek. Maar ook van tragiek. Van gedwongen een nieuw leven opbouwen in een onbekend land. Met daartussen de vraag, wat is nu eigenlijk mijn vaderland? Maar dit is ieder tweede stad. Tweede stad en Nederland of tweede heimatland. Tweede heimatland. Maar we hebben die jonge jaren hier gelassen. Ja. Onze bloed gelassen en vrijgemaakt. Daar zijn we schon wie zu Hause. Ze hebben zeer veel voor ons gedaan. Ja. Viele dank. Maar we waren jong. Stanisław Maciek en zijn tweelingbroer van Zizek zijn geboren in een dorpje vlakbij Lwów, dat toen Lemberg heette. En dat deel uitmaakte van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. Op de landkaart bestaat Polen dan helemaal niet. Want 100 jaar eerder is het in 3 stukken verdeeld. Het oosten is van Rusland, het westen is van Pruisen en het zuiden van Oostenrijk-Hongarije. Maciek is dus eigenlijk een Oostenrijker. Ale lata gimnazjalne spędziłem w Zagłębiu Naftowym w Duchobyczu, by po maturze w 1910 jako student filozofii i polonistyki wejść w bujne literacko i politycznie życie młodzieży w Lwowie. Byłem uczniem profesora filozofii Twardowskiego i polonistyki profesorów Buchnerskiego, Kalmbacha i Kleinera. Pod koniec studiów należałem do Związku Strzeleckiego i tylko przedwczesną mobilizacją do armii austriackiej na południe z powodu wybuchu wojny z Serbią oderwała mnie od możliwości służenia w legionach marszałka Piłsudskiego. Wat oorlog is, ervaart Maciek al op jonge leeftijd. Op zijn 22e is hij officier in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Hij maakt de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog mee. De oorlog tussen Oostenrijk en Italië speelt zich in de Alpen af, op een paar duizend meter hoogte. Die strijd kost in totaal bijna 2 miljoen doden en gewonden. Maciek leert hoe belangrijk het is om kaarten met hoogtemeters te kunnen lezen. Maar hij voelt ook wat het is om je geliefde te verliezen. Zowel zijn tweelingbroer als 2 jongere broers sneuvelen. Zelf raakt hij in het laatste oorlogsjaar zwaar gewond. Na de Eerste Wereldoorlog wordt Polen weer een zelfstandige staat. De Russische, Duitse en Oostenrijkse delen worden samengevoegd tot 1 land. Maar het nieuwe Polen krijgt nauwelijks de tijd om er iets van te maken. De grootste dreiging komt van het communistische Sovjet-Rusland.
Dit leidt tot de Pools-Russische oorlogen, die nog tot 2 jaar na de Eerste Wereldoorlog zullen duren. In die oorlogsjaren wordt Maciek uiteindelijk kapitein in het Poolse leger. En vanwege zijn oorlogservaring wordt hij in 1922 bevorderd tot luitenant-kolonel. Maciek trouwt in 1928 met Sofia. Het gezin krijgt 2 dochters en een zoon. In 1938 wordt Maciek benoemd tot commandant van de 10e Cavaleriebrigade, een van de 2 volledig gemotoriseerde brigades van het Poolse leger. Het gist in Europa. In Duitsland grijpen de nazi's de macht. Uit Sovjet-Rusland komen alarmerende berichten. En Polen zit precies tussen die 2. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen aan vanuit het westen over land en in het noorden vanuit zee. De havenstad Gdansk biedt heftige tegenstand. Nog geen 250 Poolse soldaten weten op Westerplatte 10 dagen lang stand te houden tegen de Duitse vloot. Maar de overmacht is te groot. Op 11 september geven zij zich over. Ook Maciek, die in de buurt van Krakow vecht, houdt lang stand. Maar als op 17 september Rusland Polen in het oosten aanvalt, is er geen houden aan. Het Poolse leger krijgt bevel zich terug te trekken via Hongarije en Roemenië. Over 1 million Polish soldiers were in the Polish army. Most of them were taken prisoner, but from the very beginning Poles tried to escape from occupied Poland in order to join the fighting. Some of them escaped simply to the woods and became partisans, guerrillas. Others joined the resistance movement. Many more tried to escape, usually to the west, to the west allies. Tienduizenden Polen zijn er uit Polen weggetrokken vanwege het oorlogsgeweld als burger, maar ook de complete luchtmacht tot aan divisies die gevlucht zijn door de bergen, over de bergen, via bruggenhoofden, waar ook. Jozef Kowalski, die later tot de staf van Maciek zou behoren, is één van die soldaten. Zijn zoon Genju kan de reis van zijn vader nauwkeurig in beeld brengen. Toen de oorlog uitbrak was hij 27. Op 29 augustus krijgt hij het verzoek als reservist om onder de wapenen te komen. Hij had de leiding over een man of 20, 30 reservisten hoofdzakelijk en gewone soldaten. Er waren nog 2 ontsnappingsmogelijkheden. Dat waren de 2 bruggenhoofden, eentje in Roemenië, de brug over de Sermorst en het gedeelte van Hongarije, waar generaal Maciek met zijn mannen van de 10e brigade overheen is gevlucht. En hij wordt ingedeeld bij de grensbewaking met Roemenië. Op 30 september ging het gerucht dat generaal Sikorski een leger in ballingschap op aan het richten was in Frankrijk. En dat was eigenlijk het teken voor de Polen dat ze daar weg moesten in Roemenië, nu het nog kon. Via allerlei routes proberen de Poolse soldaten Frankrijk te bereiken. Kowalski en zijn soldaten reizen per trein door de Balkan en gaan via Athene per boot naar Marseille. Maciek gaat via Hongarije. Op 5 december kwamen ze aan in Marseille. En vervolgens heeft mijn vader zich gemeld bij het British Expeditionary Leger. En die zeiden dus dat er in Kwiatkadan, Koskodan, zoals de Polen dat noemen, een Pools militair kamp was. In dat kamp, daar heerste een enorme chaos. En er was eigenlijk weinig of geen discipline. En mijn vader kon gelijk aan de slag als korporaal voor de opleidingen. Vervolgens liepen er natuurlijk militairen rond van de 10e brigade. De brigade van toenertijd kolonel Maciek, maar die inmiddels bevorderd was tot generaal. Die hadden natuurlijk wel uniformen. De overigen die kregen de uniformen aan van Jozef Haller uit 1918. Daarnaast werkten zij met tanks die ze kregen van de Fransen, met oefentanks, de FT-17, de Renaults. In mei 1940 vallen de Duitsers Frankrijk aan. Je kunt jaren
soldaten is errusten. Die hebben miljarden dafür verwendet, dat doen de Duitsers van die Fliessen. De 10e brigade van Maciek probeert samen met de Engels en Fransen tegenstand te bieden. Ze zijn niet opgewassen tegen de Duitse overmacht. De 10e brigade vlucht via Marseille per boot naar Engeland. Inmiddels had Churchill twee vrachtschepen naar Le Verdon, Pointe de Grave gestuurd om de laatste Polen op te halen op 22 juni 1940. En mijn vader was er daar één van. En is vervolgens overgeplaatst naar Forfar voor opleidingen met Engelse wapens. En daar zag hij generaal Maciek weer opnieuw. Maar bij de grote oefeningen in Engeland was generaal Montgomery niet helemaal tevreden over de communicatie. En werd eigenlijk de divisie weer compleet op de schop gezet. Daardoor werd mijn vader overgeplaatst naar de staf van de 10e brigade. Dus Maciek en mijn vader kwamen elkaar daar weer na een lange periode tegen. En omdat ze beide uit Louvre kwamen, was er snel een vriendschap geboren. Waarvan in goede tijden daar over Louvre werd gesproken en gemijmerd. Mijn vader is natuurlijk geboren als Pool en heeft het patriotisme van zijn familieleden meegekregen. Ik denk aan het einde van 1918, van de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk aan de 1920-oorlog met de Russen. Dat gebied, Oost-Polen, dat heeft natuurlijk lange tijd onder spanningen en onder oorlogen gezeten. Kantje boord van, zullen we nog door kunnen bestaan of niet? My father was a Polish soldier who came to Scotland from France in 1940 and found himself in an army camp near Biggar in Lanarkshire. Little did he know when he joined the Polish army in France in October 1939, it would not be until spring of 1947 that he would be demobilized from the Polish army. Amongst the 17,000 servicemen who were in the camps in Lanarkshire, some 4,000 of these men were put together in a newly reformed 10th Cavalry Brigade, later 10th Armoured Cavalry Brigade, under the command of General Maciek. The majority of the Polish army spent their time in tents in, I'm afraid, not very good Scottish weather. One of the problems for the Polish military planners was the number of officers compared to the number of other ranks. Units had been formed on a cadre basis in the hope that soon Poles from North America, from South America, and from other places might join the Polish army. In fact, the campaign conducted by the Polish military authorities was not so successful in North America. However, from South America, there was a large contingent of Poles who came from principally Brazil and the Argentine. Later on in the war, in 1942, there was also a large contingent of Poles who had been forcibly deported to the Soviet Union, who, under the amnesty signed by Sikorsky and Mieszko, were permitted to leave Soviet Union. Some 3,500 men who were deported came to Scotland to join units of the Polish Armoured Division. Scotland was always very closely connected with countries in Europe, and the Polish connection is an important one. The Scots were well known for land improvement through the 1700s, and Polish authorities invited Scots to come and improve land and take on estates in Poland. And that got cemented through the years with other connections, university connections, connections between mathematicians, which eventually, when the Second World War came along, were used very greatly, because Poland and the Polish army had the job of defending the Scottish coast. Initially, I think the Scots were a little wary of
quite who the Poles were. But very quickly, their timidity turned to a great friendliness, and Poles moved perhaps from being strangers to being neighbours with the local population. Among some of the things that the Scots were enjoyed was the Polish army choirs. Many of the regiments had choirs and put on performances for local. Indeed, as the war progressed, the number of marriages between soldiers of the Polish army and Scottish brides increased. Something like between 1940 and 1944, there was 1,600 marriages. Now, most of them would have been with soldiers of the Polish Armoured Division. Scots will respond to Polish cultural events, and Poles will respond to Scottish cultural events. It goes right back to that kind of folk tradition, which you could see during the war years with events and ceilidhs, social things which were taking place around Scotland in places where Poles were based, in Forfar or in Peebles. And that would be something which people took a great pleasure in. The phrase I often would hear in speaking to Scots about the Poles was that, well, everyone knows a Pole. Begin 1942 wordt de eerste Poolse panzerdivisie opgericht. Maciek voert het bevel hierover. Maar het opperbevel ligt bij de Britten en Amerikanen. Maciek krijgt rechtstreeks te maken met de Britse maarschalk Montgomery en de Amerikaanse generaal Eisenhower. Tijdens een van de eerste ontmoetingen vraagt Montgomery of de Polen nu Duits of Russisch spreken. Maciek is verbijsterd. Hoewel Maciek dat zelf ontkent, doet de Britse legerleiding geringschattend over de Poolse divisies. In augustus 1944 treedt de panzerdivisie van Maciek voor het eerst ten strijde. Via Southampton steken ze over naar Frankrijk. Mijn vader was een harde man. Tijdens de trainingen waren ze, zijn soldaten, diep onder de indruk van zijn eigen conditie. En hij eiste eigenlijk een topconditie van die militairen, want hij zei, als het er werkelijk op aankomt, dan heb je dat nodig om te overleven. De Amerikanen en Britten zijn na de invasie in Normandië begin juni nog niet veel verder gekomen dan Falaise. Maciek krijgt bevel een doorbraak te forceren. De slag bij Falaise is bloedig. Het is het eerste gevecht dat Maciek's divisie voert sinds ze uit Schotland zijn vertrokken. Hun opdracht is het terugtrekkende Duitse leger de pas af te snijden, zodat het volledig is omsingeld. In Frankrijk werden van de infanteriebrigade 155 man gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. En Maciek was enorm ontdaan over dit. Gooide zijn baret op de grond en vermande zich, zei pa. En vervolgens liet hij zich onmiddellijk naar dat gebied brengen waar die militairen waren gesneuveld. Om de troepen die daar nog overeind stonden, om die moed in te spreken. Dat dit een incident was en dat het allemaal wel weer goed zou komen. Hij was bezorgd over de enorme kracht van de Duitsers. Hij was bezorgd over de taak die hij kreeg. Dat was natuurlijk het gat van Falaise dichten. En hij was natuurlijk op de eerste plaats bezorgd om de levens van zijn mannen. Het sluiten van het gat bij Falaise kost de Poolse divisie honderden doden. Maciek is zeer betrokken bij zijn manschappen.
Net als zij slaapt hij onder zijn tank. Hij spreekt persoonlijk iedereen moed in. Maciek krijgt er zijn bijnaam Batsa, de herder. De Poolse panzerdivisie forceert in Valaise de doorbraak. Na maanden oponthoud kunnen de geallieerden verder oprukken richting België en Nederland. Eind september bereiken de Polen na een hardnekkige strijd de Nederlandse grens bij Baden-Nassau. Zostałem zestrzelony z działa w Hermanie. Byłem radiooperatorem, nie telegrafistą, tylko radiooperatorem czołgu i zastępcą dowódcy. No także na miejscu dwóch zabitych, prawda, bo dostali przestrzał przez tego i brzuszna, jama brzuszna i dwóch kierowca i przedni strzelec, to znaczy strzelec nie wieżowy, tylko przedni, wyskoczyli z czołga, jak zauważyli, że dostaliśmy pocisk, bo za drugim to już się czołg pali i oni doświadczeniem tym wyskoczyli już, żeby ratować życie, bo taka była decyzja. No więc dlatego tak ciężko przeżyłem ten wypadek, który oczywiście prześladuje mnie. Możecie mi wierzyć, że wcale nie bajdurze. Prześladuje mnie ta śmierć kolegów i prześladuje mnie na co dzień. Maciek heeft het bevel zo snel mogelijk Moerdijk te bereiken. Via Breda is het snelst, vindt het opperbevel. Breda bereidt zich voor op een veldslag. Maar Maciek beslist anders. Hij trekt met zijn troepen niet door, maar om Breda heen. De Duitse bezetters vluchten uit Breda, dat op 29 oktober 1944 wordt bevrijd. Thank you.
De Nederlanders keken met argwaan tegen de Polen. Een vreemd volk. Ze hadden er nog praktisch niet van gehoord. Waar kwamen ze vandaan? Wat was hun overtuiging? Maar langzaam maar zeker werden die Polen in de gemeenschappen opgenomen. En waren het op een gegeven moment toch de bevrijders. Maar tot de datum van bevrijding wist eigenlijk niemand wat van de Polen af. Mijn vader heeft Breda helpen bevrijden. En heeft daarbij ook nog mijn moeder bevrijd. Zij hebben elkaar eind 44 ontmoet in Breda. En in april ging de divisie weer verder. Maar mijn vader is toch altijd weer teruggekomen naar Breda. Mijn vader was meer een man die in de oorlog geworpen werd. Want aanvankelijk was hij tegen het leger en tegen vechten. En hij was arts, in Italië gestudeerd. Een Jood die niet in Polen kon studeren omdat hij Jood was, maar wel in Polen is opgegroeid. En maar door die oorlog die uitbrak en doordat hij al wist wat er allemaal met de Joden gebeurd is en ook met de Polen gebeurde, is hij naar Frankrijk gegaan, naar Parijs, om toch te gaan vechten. Door het wrange lot is hij eigenlijk door oorlog ingezogen. En is zo met die eerste Poolse panzerdivisie in Normandië terechtgekomen. 10e brigade zat hij dus. En hij is via die hele omcirkeling die die Poolse panzerdivisie heeft gemaakt, van Gent naar Axel, in Breda terechtgekomen. En daar zat mijn moeder met een zoontje en een andere vriendin in een huis. Ja, dit is het huis. En op een goed moment ziet ze de loop van een kanon in een kelderraampje verschijnen. En ze hoort een beetje gebrabbel. Ze denkt, het zijn geen Engelsen, het zijn geen Amerikanen. Ze kon de taal niet thuisbrengen, maar dat was dus mijn vader en de kapelaan. Want die trokken altijd samen op. Nou, die kwamen hun dus bevrijden en die hadden alles bij zich. Sigaretten, nylons. Alle dingen waar vrouwen vrolijk van waren. Maar mijn moeder werd ook op slag verliefd. En hij vooral ook op haar. En zij had die hele dag heel stuk moeten lopen. En dus haar voeten waren een beetje verwond. En toen zei mijn vader, nou, ik moet je verbinden. En dat deed hij ook, want dat paste heel erg bij hem. Hij was wel heel erg een arts en altijd daarmee in de weer. Maar toen zei ze, oh, dokter, kiss me. En toen was het aan. En toen is zij gescheiden, want ze had al een zoontje. En mijn vader moest na 3 maanden doortrekken, want dat deed ook die hele panzerdivisie, die trok ook door. Het was eigenlijk een enorm risico wat zij genomen had om te scheiden. En dan met dat kind te zitten, met alle afkeuring van dien, van de omgeving. Maar goed, zij hebben wel doorgezet. En uiteindelijk is mijn vader teruggekomen. Daar bloeide echt een prachtige liefde op. Mijn vader sprak weinig over de oorlog. Ik denk ook omdat hij wel getraumatiseerd was. Omdat hij en zijn familie kwijt is geraakt en zijn vaderland is kwijtgeraakt. Toen hij hier in Nederland kwam en mijn moeder ontmoette, was dat echt voor hem de enige mogelijkheid tot een nieuw leven. In het westen loopt het geallieerde front vast. De panzerdivisie verblijft die winter in Breda. Eind februari trekken ze verder naar het noorden en bevrijden ze de oostelijke helft van Nederland. In Wilhelmshaven levert Maciek's divisie zijn laatste slag. In mei 1945 capituleert Duitsland. Maar de droom van de Polen om hun vaderland te kunnen bevrijden komt niet uit. Want op de conferentie van Jalta hebben de geallieerden voor Polen nieuwe grenzen vastgesteld. Grote delen worden bij Rusland gevoegd. Ook Lwów, de stad die Maciek zo dierbaar was, komt onder het communistische bewind.
Tienduizenden Poolse soldaten kunnen, willen of durven niet terug. These two old men had been brought this long, long, long way to meet up with this cock of the roost, as you might say. It's a very shameful thing, but you can understand how it came about, but it shouldn't have been said to have been the right thing, which is what Churchill said it was. The soldiers and their families normally would have expected to go back to Poland after the war. That's in many ways what they were fighting for. General Anders is wondering, can we go on fighting? Can we fight when our country, which we and the British went to war, has been traded away to Stalin? And he decided we will go on fighting. And that motto for our freedom and yours is all too true, but it was for our freedom that they went on fighting. The parts of Poland that were still Poland were not always amenable to people coming back from Scotland. There was a certain amount of fear of what might be there when people returned, and stories of what had happened to others. So many, many Poles wanted to, and their families wanted to stay here, and arrangements were made by the British government after the war to allow for that resettlement. It took a while, and I remember when I was growing up, I was surrounded by Polish refugees all around me in the part of Edinburgh that I lived in, and that's how I became interested in Poland and the Polish connection. Only about 10% of officers returned to Poland. About half of the common soldiers decided to return. Many of them were later persecuted in various ways. Quite a number of them ended up in jail. Those who stayed in Britain were no longer needed. Their fate it was also very bad, because even though they felt that they fought for freedom, for the safety of Great Britain, they were no longer necessary in the society, which was tired of war. Especially hurtful for the Poles was that when a victory parade was being held in London, Polish veterans were not asked to join. They were not there. They were standing as civilians looking at it. There is a very sad story of a Polish fighter pilot who was actually the top Polish fighter ace of the Battle of Britain. And in 1946, he witnessed how the various contingents of British Empire were being paraded, and he, the ace of the Battle of Britain, the one who defended Britain against Germany in the hardest time in 1940, was a plain civilian with meager means to live. Lady Bridget McEwen zet zich in Schotland al jaren in voor de Poolse gemeenschap. Ze leerde Stanislav Maciek kennen en was goed bevriend met Maciek's gehandicapte dochter. The Polish soldiers were treated pretty shabbily after the war. And the Russian propaganda was such that people thought that they were like the Germans. And so often they were treated really very badly, and they had to report these men who'd been fighting for us, for our freedom and theirs. These men had to report to the police every fortnight, which was what aliens had to do during the war. These men had been fighting for us. And then they were given very minimal send-off. They were given sort of 10 shillings and a suit of clothes and a hat or something. At the age of 56, General Maciek completed his 2-year service in the Polish Resettlement Corps. The British government decided not to award him any military pension. He had a family, a wife, 3 children, including one disabled. What should he do? The first job he got after the war was storeman in the cooperative shop in Gifford. This full general who had done such wonderful work. He had jobs as a barman. His soldiers used to come in and salute and say they'd have a double whiskey, general.
and salute. But I think it's only recently, for instance, that people have really realized that in the Battle of Britain, 1 in 8 of the pilots was a Pole. And they had a much higher kill rate when it came to downing the German planes than the British had, because most of them were slightly older and they'd flown before the war, whereas the British soldiers, the British airmen, were new, just very young chaps who came up and learnt to fly and were pretty fierce. But the Poles were really, really fierce, really fierce. In February 1942, the Polish troops who had been stationed in Scotland were regrouped and re-equipped under General Maciek's command. The division was moved into this part of Scotland called the Borders, where it did its training. The hotel, at the same time, was requisitioned by the British War Office for the use of the Polish Army as a staff officer training college. It's a scale map, a scale model of Scotland. The scale is 1 in 10,000 horizontally, with an exaggeration of a factor of 5 vertically. Built by a group of Poles from Krakow University, 2 cartographers with some assistance back in the 1970s. People locally who knew about the map's existence made the reasonable assumption that it must have something to do with the wartime use of the hotel by the Poles, and therefore someone dubbed it Maciek's map. They were also very aware that Maciek had been a visitor here during years when this concrete map was built in the 1970s. We now know that the link to the war is not so direct. The link to the war comes from the fact that Jan Tomaszek, who owned the hotel in Edinburgh, decided for his retirement that he would buy this hotel, which would be run by his family. And he knew that hotel's connections with the Polish army during the war. He gave a room in the hotel to the Maciek family to use whenever they wanted. We've been told how the hotel staff would be brought out to the front door of the hotel and stand in a line at attention as General Maciek's car drew up with his family on board. The two men became great friends. This is the house where General Maciek spent most of his life in Edinburgh. And he lived in this house from 1962 until his death in 1994. However, at that time, there was a great deal of resentment about Poles, not just in Scotland, but wider in Britain. This came from such quarters as trade unions, from local authorities, from communist MPs, or those who were more pro-Soviet in their outlook. This led to campaigns such as Poles Go Home, refusal of unions to admit them as members of a trade union, to personal name-calling. Some would say, oh, they're taking our jobs, they're taking our homes. But in fact, there would, as it was proved, to be a serious shortage of labour, and Polish manpower was essential to close that gap. Mijn vader had niet teruggewild naar Polen. Op de eerste plaats was het politieke klimaat niet zijn klimaat. Erger nog, hij verafschuwde het. En ten tweede, het gebied waarin hij woonde, dat was geen Polen meer. Dat was nu Oekraïne. Alle wegen om daar naartoe te gaan waren afgesneden. Daarbij komt ook nog dat zijn tweede broer voor 2 jaar naar Siberië is gestuurd. En we weten dat vele Polen die terug zijn gegaan direct na de oorlog minstens gevangenisstraf hebben gehad
of niet erger. Ze hadden gediend bij het Westerse leger en dat was eigenlijk een potentiële vijand. Ten eerste kun je zeggen dat hun rol was, hun grote rol bij de bevrijding, is helemaal niet erkend geweest door de Nederlanders, maar ook niet door de Engelsen. En Polen is puur verkwanseld bij de vredesbesprekingen door de drie grootmachten. En de mensen die dus daadwerkelijk Nederland bevrijd hebben, daar er wordt altijd gezegd, de Engelsen of de Amerikanen of de Canadezen hebben Nederland bevrijd, maar de Polen doen niet mee, tegendeel. Het werd toch als een beetje minderwaardig volk gezien. Toen ik op school zat, toen had ik een keer moest ik een spreekbeurt doen en ik had een rood truitje aan, knalrood met een zwart rokje. En ik had mijn les niet zo goed geleerd. Dat was bij de leraar Frans en ik deed het fout. En toen zei hij, ga maar zitten. Je hebt je lesje niet geleerd, maar ja, dat heb je bij kinderen van NSB'ers. Nou, en ik vertelde dat verhaal thuis. En toen werd mijn vader heel erg boos. Die heeft opgebeld naar school. Maar hij was ook vooral, punt 1 was hij boos dat je dat tegen een kind zegt. Maar punt 2 was hij ook natuurlijk ook gegriefd omdat hij een Joodse man was, een Pool die erg hard voor de bevrijding van Nederland heeft gevochten. Dus al het niet erkennen zat in dat verhaal vervat. Mijn vader heeft altijd zorg gedragen voor de graven hier in Nederland. Het was zijn plicht, zei hij. Veel van zijn beste vrienden, leeftijdgenoten, gelijke rangen, zijn gesneuveld. Hij heeft dat eigenlijk nooit goed kunnen verdragen dat dat allemaal zo gebeurd is. Ik denk dat in Schotland die korpsgeest allemaal in tenten slapen en dicht bij elkaar en alleen maar Pools praten, natuurlijk ook Engels te leren, maar Pools te praten, dat dat toch een hele hechte gemeenschap is geworden. En om die op de velden van Frankrijk of van België of van Nederland te zien sneuvelen, geeft natuurlijk wel een impact. Ik heb als kind altijd zijn heimwee gevoeld. En dat zag ik ook als hij alleen ergens naartoe liep. Dan keek ik helemaal naar beneden en dan verzonk hij in een diep heimwee. Heimwee is natuurlijk een land wat je achterlaat. Heimwee is een land waarnaar je nooit terug kan gaan. Heimwee is familie die je verloren hebt, maar die je niet eens openlijk durf te herdenken. Heimwee is ook het missen van al die mooie dingen die er waren. Zoals Chopin, gedichten, de taal. Eén Pool woonde er in Hengelo. En dat was Foto Jozef. Iedere zaterdag ging mijn vader daar naartoe, zogenaamd om spullen te kopen. Dus hij heeft ook heel veel lenzen en filmpjes en alles gekocht. En dan bleef hij uren Pools praten. En wij moesten daar maar zitten. Op dat stoeltje maar wachten. Zo'n rotond stoeltje waar allemaal spijkers uitstaken. En hij maar praten. En dan voelde je dat hij in zijn element was. Dan kwam er een andere glans in zijn ogen. En dan was hij even thuis. Wij waren in Falaise, in Frankrijk, om de herdenking te vieren van 50 jaar D-Day. En daar liep hij bij Lingerie over de velden en daar tikte hij met zijn wandelstok een graf aan en zei, Theodor Lisitsky, waarom heb je de verkeerde route genomen? Waarom? En dan zie je de emotie van het ouder worden en het verdriet van zo'n oorlog zie je natuurlijk dichterbij komen. Veel mensen waren sterk, veel van die soldaten waren sterk en konden dat allemaal verdragen. Maar ik weet absoluut zeker dat veel van die Poolse soldaten ook het oorlogssyndroom hadden. Huwelijken zijn eraan kapot gegaan,
omdat de mensen in die tijd niet konden begrijpen wat er in die koppen van die Polen omging. En toen heb ik gedacht, als ik nou principieel wil blijven en ik wil een klein beetje Nederlander zijn, die een beetje de vaderlandsliefde bezit voor koningin en vaderland, dan doe ik dat niet. Dan ga ik niet werken voor die Duitsers. En ik had net de schop neergezet. En toen ging ik naar de Duitse veldweber toe, met een militair. En toen heb ik die schop daar neergezet. En toen zei ik op zijn Duits, ik mag geen arbeid voor die Duitse Wehrmacht. Maczek jako dowódca był tak lubiany, był szanowany i w ogóle nie można, z każdym się bratał. Well, he kissed my hand, the old general, which as always a very courteous Pole. Ik heb Maczek zelf ontmoet. Persoonlijk vond ik hem veel aardiger dan mijn vader.